Zo, daar ben ik weer. Je hebt een hele tijd moeten wachten op het vervolg van de meditatie-challenge. 100 dagen, dacht ik. Nou, inmiddels heb ik besloten dat de 100 dagen de lading niet dekt. De afgelopen tijd heb ik wel vaker gemerkt dat wat ik het ene moment zei op het andere moment niet meer bleek te kloppen. En ik heb daarom besloten, en ik ben daar nu mee bezig om dat te oefenen, om helemaal niet meer voor mijn beurt te praten. Wat de meditatie challenge mij heeft gebracht na, en dan moet ik even kijken, ik was tot en met dag 16. En dag 16 heb ik niet gepubliceerd. Ik heb hem wel opgenomen, hij staat verborgen als een soort herinnering voor mezelf. Want op dag 16 zat ik echt, zoals ik dat heb gezegd, in awe, sprakeloos. Ik was niet eens officieel gaan mediteren die dag, maar ik ging op een gegeven moment even zitten. En het was echt alsof er, ik weet niet, een van de raamdeuren iets werd opengezet en ik zoveel inzichten kreeg, dat ik alleen maar met mijn mond open zo. En mijn ogen gingen van links naar rechts en van boven naar beneden. En ik voelde dat het juist een enorme helderheid was. Maar het stemmetje in mijn hoofd dacht, ik ben volledig gek geworden. Ik ga dat niet delen. Ik hou dat lekker voor mezelf. En wat er toen gebeurde is dat ik 2 weken lang dacht van ja, ik moet zo ongelooflijk dit eventjes verwerken. En daar ben ik nog mee bezig. Dat ik ga geen nieuwe delen opnemen. Dus dat heb je misschien wel gemerkt. En deel 16 ga ik dus ook niet aanvullen. Dit is deel 17 en dit is tevens het laatste deel van deze serie. Het heeft erin geresulteerd. Dit was voor mij nodig om het laatste stukje te krijgen, te ontvangen. Wat blijkbaar de bedoeling is in mijn leven. Het is blijkbaar de bedoeling dat ik echt heel veel meer mensen mag gaan inspireren om te leven vanuit de persoon die ze werkelijk zijn. Om te ontdekken of het nou spelenderwijs is of door eerst gewoon stapje voor stapje via bijvoorbeeld de cursussen die ik online heb staan, via mijn boek. De leugens, de onwaarheden over jezelf, om die te gaan ontmantelen, te gaan zien voor wat ze werkelijk zijn. Namelijk gevolgen van gebeurtenissen en opmerkingen uit eerdere periodes in je leven, die een eigen leven zijn gaan leiden, waardoor jij niet je eigen leven leidt tot op de dag van vandaag. Want heel eerlijk gezegd, ik heb nog niet eerder misschien in de juiste kringen verkeerd, misschien gaat dat nog gebeuren, maar tot nu toe, alle mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet, ik ken zelf nog niemand die helemaal vanuit zijn ware zelf leeft. En ik wil ook niet zeggen dat het bij mij zo is, I'm practicing. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat ik daar een enorme sprong in heb gemaakt nu. En ik weet dat je als coach altijd maar een klein stukje voor hoeft te liggen op degene die geïnspireerd willen worden door jou. Dat je niet de waarheid in pacht hoeft te hebben. Maar dat je ook niet hoeft te wachten totdat je alles weet. Want alles is wel heel veel. Dus die illusie heb ik echt totaal niet. Maar voel je geïnspireerd? Vond je de inzichten tot zover behulpzaam? Wil je verder? Vind je mediteren zelf eigenlijk lastig? En dat komt dan omdat je niet zo goed weet wat je met al die shit moet doen die naar boven komt. Dat is soms best beangstigend. Kijk, ik heb jarenlang zelf therapie gegeven. Dus als er in mijn meditatiechallenge toestanden naar boven kwamen, kon ik zelf die dingen toepassen om het te laten gaan. En als het jou niet lukt, word dan niet boos, word niet ongeduldig. Maar zie in dat je hulp kunt vragen en kunt krijgen. En de manier waarop ik dat ga geven, heb ik ook onlangs besloten. Ik heb vorige week
mijn pensioen aangevraagd en gekregen. In de zin van dat ik geen hypnotherapeut meer ben. Ik ben ook geen breinbemiddelaar meer. Maar voorlopig, op dit moment, 15 september 2019, weet ik dat ik de komende tijd als Astrid Davidson de Zonnebank 2.0 neerzet. Vanaf 23 september ga ik officieel deze hernieuwde opening vieren. Maar de Zonnebank gaat nooit meer dicht. Tenminste, niet totdat ik een andere vorm ervoor vind. Want ik weet dat er altijd mensen aan toe zijn om nu te beginnen. Omdat ze nu voelen dat ze hun leven niet leven zoals ze voelen dat het zou kunnen. En dan kan het toch niet zo zijn dat je voor een dichte deur staat. Onder deze video zet ik wat links waarmee je altijd kunt ontdekken hoe je in de Zonnebank kunt komen. Of als je wat vroeg bent en hij is nog niet open, om wat voor reden dan ook. Hoe je op de hoogte kunt komen van hoe dan wel. En ik wens je gewoon heel veel geluk en vrijheid en plezier in je leven. Veel liefs. En dank je wel voor het kijken. Bye bye.